goede bankier is eigenlijk een halve ambtenaar. Ja, het moet doodsaai zijn. Ja, doodsaai. Ja. Risicomijdend, vertrouwenwekkend, ja, ingetogen. Ja. Maar deze generatie bankiers, kunnen die dat nog leren? Nee, ik denk dat ze het moeten. Hier gebeurde het, op de Amsterdamse Zuidas. Ze waren de trots van onze economie. Wereldspelers. The sky was the limit. Tot het misging. En het falen van banken de wereld in een grote, diepe crisis stortte. Hebben ze nou de belangrijkste lessen geleerd? Functioneren onze banken weer naar behoren? Kunnen we onze bankiers weer vertrouwen? Onder Balkenende en Kok was dat echt staand overheidsbeleid. Dat de Zuidas, waar we nu staan, ongeveer het hart van de Nederlandse economie moest worden. En iedereen dacht over, financiële sectoren trots kunnen een soort motor van de economie zijn. Dat was onze trots ook echt. Verschrikkelijk was dat natuurlijk. We dachten de bomen groeien tot in de hemel. Ja. We dachten zelf, wij lopen geen risico. We dachten als banken, we hebben het allemaal goed verspreid, onze risico's. Ja. In ons onrealistisch optimisme denken we ook nog eens een keer vaak dat wij het dan net iets beter doen dan de anderen. Dus het is uiteindelijk menselijk gedrag dat aan de basis ligt. Hebzucht, onrealistisch optimisme. Extreem risico nemen, dat heeft uiteindelijk tot die bubbel geleid die verschrikkelijk gebarsten is. Een bubbel, een luchtbel die uit elkaar spatte. Hoogwaarschijnlijk robuuste, degelijke banken konden zomaar omvallen en de economie meesleuren in hun val. Banken mochten in steeds meer financiële producten actief worden. Op zichzelf is daar niks op tegen, maar als dat dan gebeurt met min of meer een blanco check, een blanco garantie van de overheid, die zegt van ja, als jij veel risico's gaat nemen, als het goed gaat, dan heb je de benefits, dan maak je veel winst en dat is goed voor de aandelenkoers op korte termijn, goed voor de bonussen. Als het slecht gaat, dan zijn wij wel als overheid, belastingbetaler, staan wij klaar om je te redden. Dan krijg je als het wat we wel eens noemen een perverse prikkel om meer risico te nemen en minder eigen vermogen aan te houden ten opzichte van de situatie dat die overheid die garanties niet zou geven. De overheid die je redt als het misgaat, dat stimuleerde bankiers dus tot het nemen van veel te grote risico's. En dan was er ook nog de bonuscultuur die als norm werd verheven. Het werd gewoon ook iets waar je aan gewend raakte. Ja. Je vergelijkt jezelf met de mensen om je heen. En als de anderen allemaal een bonus krijgen en jij niet, dan raak je dat geweldig hard. Ja. Want wat we weten is dat verliezen twee keer zo hard aankomen als winsten worden gewaardeerd. Ja. Dus met andere woorden, je went er ook gewoon aan. Ook daar is een soort hedonische tredmolen. Je went aan de bonus. Ja. Krijg je hem niet? We zien dat als mensen in zo'n verliesfase zitten, dan gaan ze extremer risico's nemen om het goed te maken. Ja. En dat is precies de risico's die genomen zijn op onverantwoorde wijze die ons in die geweldige crisis hebben gestort. Verliezen komen harder aan dan winsten worden gewaardeerd. In de gedragseconomie tonen ze dat met experimenten aan. Hier bijvoorbeeld een experiment met een paar tientjes en een roulettespel. Dan krijg je van mij 10 euro. Dit is voor jou. Kan je iets leuks van kopen. En dan zijn we even goede vrienden. Of je kan besluiten om een gokje te wagen. Om het tientje te verdubbelen. Dan zeg je of rood of zwart. En als het goed is, dan krijg je 20 euro. Als het fout is, krijg je helemaal niks. Ik zou zeggen, ik neem het tientje mee. Ja? Nou, geen enkel probleem. Ga er iets leuks van kopen, zou ik zeggen. Fijne dag nog, hè? Oké. Okay. Dag. Het experiment is simpel. Onze proefleider, Robert-Jan, geeft je 10 euro en de vraag is, waag je een gok om dat bedrag te verdubbelen? Met de kans alles te verliezen. Of hou je het tientje? Wat gaat u doen? Ik hou het. Oké, okay, dat is geen enkel probleem. Dan geven we elkaar een hand. Okay. En dan wens ik u veel plezier met uw tientje. Ja, ik heb geen 20 euro nodig, dus ik denk dat het 10 voor mij heel fijn is. Nee, ik ga met je tientje. Ja, geen enkel probleem. Ja. Dan schudden wij elkaar de hand. Ja, dank u wel, mevrouw, voor het meewerken. Succes vandaag. Wens ik u nog een hele fijne dag. En niet te veel gokken. De meeste mensen kiezen voor het tientje.
Maar let op wat er gebeurt als we het experiment een klein beetje aanpassen. Een tientje, alsjeblieft. En u krijgt van mij nog een tientje. Het is maar een klein verschil met de vorige proef. Robert-Jan geeft niet één, maar twee tientjes en pakt dat tweede tientje meteen weer af. Daarnaast de proef precies hetzelfde. Wat doe je? Gokken om het te verdubbelen met de kans alles kwijt te raken of hou je dat ene tientje? Ik doe mijn gokje. Ik ben slecht in gokken, dus het zal waarschijnlijk niks worden. Maar... als ik de goede kleur heb, krijg ik 20 euro. Ja. Laten we daar maar voor gaan. Dan. Voor u weer gaat, ja. Deze kunt u terugverdienen. Nee, ik ga spelen natuurlijk. Oké. Okay. Ah, het is zwart. Ja. Hartstikke bedankt voor het meewerken. En, nog een het enige verschil is dat de proefpersonen de 20 euro in de hand hebben gehad. Al is dat maar even, het voelt als bezit. En het verlies ervan is moeilijk te accepteren. Dus gaan ze gokken. Nee, gaan we spelen. We gaan spelen, oké. Ja, rood. Nou, zijn ze wel klaar, vriend? Het is absoluut rood. Gefeliciteerd, 2 tientjes voor u. Echt waar? En bedankt voor het meedoen. Is dit echte? Het zijn echte tientjes. U heeft gewoon gewonnen. Gefeliciteerd, fijne dag nog. Ik kom zo die kant terug, hè? Ja, nee, we zien elkaar over 5 minuten. Dag meneer. Dit mechanisme, deze verliesaversie, werkte ook zo onder bankiers. Het idee dat je de bonus als het ware kon verliezen, stimuleerde alleen maar tot het nemen van nog grotere risico's. Is dat niet immoreel eigenlijk, van die bankiers? Ja, het heeft heel erg met prikkels te maken. Hè? Dus dat de bankiers zaten natuurlijk ook in een eigen wereld van... We kunnen die risico's inschatten, maar ze werden ook niet meer gecorrigeerd. Normaal word je door die obligatiehouders, kan je tot de orde worden geroepen. Maar je kan ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, toch? Je kan zeggen, ik ben bankier, ik voel me verantwoordelijk. Ik ontferm me over de omgeving. Dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze niet. Het is het tijdsbeeld, hè, dus van liberalisatie en financiële innovaties en deregulering. Waardoor zeg maar die oude rol van... De maatschappelijke rol van bankwezen, van bankieren, een beetje op de achtergrond is geraakt. Plus het feit dat ook die obligatiehouders, beleggers ook niet geen prikkel hadden om op te letten. Ja, en dan kan het systeem natuurlijk langzaam maar zeker een verkeerde kant uitgaan. En daar betalen we nu de prijs voor? En daar betalen we nu een grote prijs voor. We betalen allemaal een hoge prijs. Het vertrouwen in onze economie verdampte. De werkloosheid steeg, onze pensioenen werden minder waard en het vermogen per huishouden halveerde zo ongeveer. Het bedrijfsleven, motor van de economie, viel stil. Het aantal faillissementen steeg spectaculair. En banken moeten nu eigenlijk 2 dingen doen. Ze moeten én hun balans versterken en ervoor zorgen dat er weer geld wordt uitgeleend, zodat onze economie weer op gang kan komen. Banken moeten geld uitlenen om de economie aan te jagen. Maar een lening krijgen bij de bank is niet meer zo eenvoudig. Dat ondervond ook Hans Heel. Hij had geld nodig voor de ontwikkeling van een innovatief product. Een betonblok waar de Nederlandse dijken steviger van worden. En dat idee ontstond tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona. Tweede 25 meter. Daar ligt de kracht van De Bruin. Die inmiddels een halve lengte voorsprong heeft. Die in de buurt van haar wereldrecord gaat uitkomen, maar heel overtuigend wint. Inge de Bruin had last van haar eigen golfslag in wedstrijden in Barcelona. Toen dacht ik, nou, daar ga ik eens even zelf wat op bedenken, want zo zit ik wel in elkaar. Dat ik wel reageer op dingen die ik hoor en dan daar wat voor ga bedenken. Hans ontwikkelde een drijver die de golfslag in het zwembad verminderde. Maar zakelijk gezien werd het geen succes. Met het principe dat hij had ontdekt, experimenteerde hij verder en maakte een betonblok waarmee dijken beter bestand zijn tegen beukende golven. Ik heb zelf thuis bakken gebouwd om zelf te kijken of het dan werkte. Kleine modelletjes laten maken, balletjes laten maken. Een klein overstroomtje thuis gehad. Want de bak dacht ik op de tafel, ik was veel te haastig en toen ging die lekken. Dus dan is dat ook weer, maar zo ben je een tijdje zoet. Met de ontwikkeling ervan, het kost gewoon allemaal een hoop tijd en geld. Het geheim van de betonblokken van Hans zijn de holle ruimtes. Het is geen massief blok, maar tussen de stenen zitten gaten waar het water doorheen kan. Dus de druk die normaal gesproken onder de stenen komt en de stenen uitgooit bij zware storm, wordt nu bij ons in de holle ruimte verwerkt, waardoor de energie niet onder de stenen komt, maar in de stenen.
mijn bankmanager die vond het wel fantastisch. En de hele afdeling zou er ook wel geld in willen stoppen. De bank die reageerde positief. In de zin van, het is een fantastisch product. Het principe is helemaal, zou voor Nederland, BV Nederland inderdaad veel kunnen betekenen. Maar wij als bank kunnen jullie eigenlijk niet ondersteunen. Omdat wij geen direct onderpand hebben waarop krediet verstrekt kan worden. De kredietverlening van banken aan bedrijven is fors afgenomen. Tussen 2010 en 2012 nam het aantal kredieten tot 250.000 euro met zo'n 11% af. En dit is precies het soort kredieten wat bedrijven als Heelbloks nodig heeft om te kunnen ondernemen. Bas Jacobs is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. De bankensector is volgens hem nog steeds ongezond en dat heeft gevolgen voor de kredietverstrekking. Ongezonde banken die knijpen de kredietverlening onnodig af. En zelfs al zouden private partijen weer willen lenen of gaan investeren, dan is het niet gezegd dat ze dat ook krijgen van de bank. Waardoor een ongezond bankwezen gewoon een rem is op de economische groei. Ja. We kunnen niet gaan groeien op het moment dat de financiële aorta van de economie wordt afgeknepen door het financiële stelsel. Oké, bedrijven vragen minder om leningen vanwege de recessie, maar banken staan ook duidelijk meer op de rem. En dan is het ook nog eens zo dat nogal wat van die kredieten die ze wel verstrekken, de economie helemaal niet helpen. Volgens Dirk Bezemer heb je zelfs zoiets als goede en slechte kredieten. We hebben allemaal een beeld in ons hoofd van banken die leningen uitgeven aan ondernemers die daar mooie dingen mee kunnen doen. Ja. Nou, het grootste deel van bankleningen op dit moment in Nederland gaat niet naar ondernemers in wat we wel eens de maakindustrie noemen. Dus niet voor de productie van goederen en diensten. De echte economie. De echte economie, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar dat gaat naar in Nederland vooral hypotheken, maar ook financiering van financiële handel en producten. Wat is daar mis mee? Als dat in bescheiden mate gebeurt, is daar niets mis mee. Integendeel, een huis is heel nuttig natuurlijk. Ik woon zelf in een huis, tenslotte. Ja. Het punt is alleen dat, als dat te veel wordt, gaat dat negatieve bijwerking hebben, negatieve effecten die op den duur overheersen. Schulden zijn belangrijk voor de groei van de economie, als ze maar productief gebruikt worden. Mm-hmm. Dus als ze geïnvesteerd worden in fabrieken, in opleidingen, nieuwe producten, innovaties. Alles wat maar leidt tot economische groei. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk schulden die de economie helpen groeien, per definitie. Die schulden worden ook afbetaald als een product goed verkoopt, wordt er winst gemaakt. Die schuld wordt op zo'n manier gebruikt door een ondernemer dat hij uit wat hij daarmee doet, zijn onderneming, ook de schuld kan afbetalen. Dus dat leidt ook niet tot schuldproblemen als het een goed ondernemersplan is. Ja. Een bedrijf dat een lening krijgt, kan daarmee nieuwe producten maken. De schuld van het bedrijf groeit weliswaar, maar door de verkoop van de nieuwe producten kan de schuld weer afgelost worden. Maar als een consument een lening gebruikt om een bestaand huis te kopen, dan wordt die schuld niet productief gebruikt. Het huis is er immers al. De consument verkrijgt er dan geen extra inkomen door, wat betekent dat de schuld moet worden afgelost uit het bestaande inkomen. Daardoor blijft er minder over om aan andere zaken uit te geven. Ook al stijgt de prijs van het huis, bij verkoop moet de nieuwe eigenaar die hogere prijs betalen door een hogere schuld te nemen, met hetzelfde probleem. Zijn er te veel van dit soort schulden, dan is er iedere maand dus ook meer rente en afbetaling waar geen extra inkomen tegenover staat. Dat is slecht voor de economische groei. Je zou kunnen zeggen dat onze maatschappij van een productiegeoriënteerde maatschappij tot aan de jaren 80 is gegaan naar een speculatie georiënteerde maatschappij. Dat is een heel diepgaande verandering in de hele westerse wereld, niet alleen in Nederland. Is dat in cijfers uit te drukken? Dus als je ziet wat banken aan kredieten verleenden, bijvoorbeeld in 1990, in verhouding naar de reële economie toe en naar die wat meer speculatieve economie toe? Ja, dat is in cijfers uit te drukken. Onderzoek wat ik gedaan heb geeft aan dat in 1990 nog ongeveer de helft van alle uitstaande bankkredieten in Nederland was voor zogenaamde non-financials, dus bedrijven die goederen en diensten voortbrengen. Ja. Dat is ook al heel weinig, maar ik heb geen cijfers voor 1990, maar de helft. Maar nu is dat teruggelopen tot 30%. Dus een afname van 20% in slechts 23 jaar, dus slechts ruim 2 decennia. Nou, dat is echt dramatisch. Banken lenen dus te weinig geld uit. En als ze het al doen, komt het vaak niet terecht in de reële economie. Sinds de start van de crisis wijzen we graag met onze beschuldigende vinger naar de bankiers. Maar is dit wel eerlijk? We geven de banken de schuld van deze crisis. Maar
Laten we eerlijk zijn, die banken die kregen de ruimte van de politiek in de jaren 90 om meer geld uit te lenen. Want de politiek is volgens mij net zo schuldig aan deze crisis. Maar ook, er is nog een derde partij en dat is natuurlijk de toezichthouders internationaal. Want die zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit. Okay. En men had toch het idee dat de toezichthouders, niet alleen de bankiers, maar ook de toezichthouders, wel eigenlijk dat zaakje in voldoende mate in de smiezen hadden. En dat blijkt dus niet helemaal zo het geval geweest te zijn. Ik vond het zo mooi bij de commissie De Wit, hè, die verhoren heeft gehouden. De politici wezen met de beschuldigende vinger naar de bankiers. De bankiers naar de accountants naar de toezichthouders. En de toezichthouders naar de politici. Ja, en zo was het cirkeltje weer rond. Ja. En zo zijn er uiteindelijk geen lessen geleerd. De belangrijkste les die banken op dit moment krijgen is: verhoog je buffers. Dit betekent dat banken meer eigen vermogen moeten hebben. Simpel gezegd, meer geld in kas. Nu heeft een bank vaak maar 3-4% eigen vermogen, de zogenaamde kapitaalratio. De rest is schuld en dat moet veranderen. Volgens Bas Jacobs zijn er twee manieren waarop banken het eigen risicodragende vermogen kunnen versterken. Ja, dat kan door minder uit te lenen. Ja. Banken doen alsof dit de enige manier is waarop je je kapitaalratio kan versterken. En dat is dus niet waar. Dat is de andere manier? De andere manier is dat banken, als ze meer eigen vermogen moeten hebben ten opzichte van vreemd vermogen, dus meer eigen vermogen aantrekken. Mm-hmm. Via aandelenemissies, via winstinhouding. Wat ik eigenlijk hoor zeggen is, de banken moeten ook aan hun aandeelhouders gaan uitleggen, beste aandeelhouders, de rendementen van toen, de verdiensten van toen, dat was toen. In de toekomst gaat het er anders uitzien. Houdt u maar rekening met maximaal 5-6% rendement op uw investering. Maar dat is ook helemaal niet erg, want als je heel veel eigen vermogen in een bank hebt zitten, wordt die bank zoveel veiliger, zoveel minder risico. Ja. Maar aandeelhouders houden niet van dat soort boodschappen. Die lopen dan boos weg. Die zeggen, dan ga ik mijn geld ergens anders in stoppen. Ja, nou goed, die aandeelhouders zullen natuurlijk wel moeten wennen aan het feit dat de overheid stopt met het subsidiëren van banken. Als samenleving zijn we beter af. Want het verlies voor de aandeelhouder is veel kleiner dan de winst voor ons allemaal, omdat ons financiële stelsel stabieler wordt. Banken moeten van de politiek hun balansen op orde brengen. Dat betekent dat ze de verhouding moeten verbeteren tussen de uitstaande leningen en wat ze aan kapitaal in huis hebben. Dat kan op verschillende manieren. Banken kunnen de hoeveelheid kapitaal vergroten, bijvoorbeeld door geen dividend meer uit te keren of door nieuwe aandelen uit te schrijven. Banken kiezen hier maar mondjesmaat voor omdat dat ten koste gaat van de huidige aandeelhouders. In plaats daarvan dringen ze het aantal uitstaande leningen terug. Dit is, je zou kunnen zeggen, toch een beetje de leugen van de bankiers. Ze doen alsof de kapitaalratio alleen maar omhoog kan door balansverkorting. U bent boos ook op die bankiers. Nou, ik vind dat ze in ieder geval een aantal elementaire financieringslessen niet begrepen hebben. U zegt dat ze liegen. Of ze begrijpen het niet. Ja. En dat is erg, want ze gaan over 2600 miljard euro. Maar dat zijn allemaal hele slimme mensen die allemaal economie hebben gestudeerd. Dus en als ze het wel begrijpen, dan is het toch tamelijk malicieus. Want dan zijn ze gewoon hun eigen subsidies van de belastingbetaler aan het maximaliseren. U zegt, deze huidige generatie bankiers is of incompetent of malicieus. Ja, anders kan ik het niet begrijpen wat ze doen. Maar dan zijn we nog nergens, meneer Jacobs. Dan zijn we er nog helemaal niet. We hebben nu 5-6 jaar crisis, die noemen we al 5-6 jaar bankencrisis. En we zijn nog geen stap opgeschoten. Dat hoor ik was ook begonnen met zeggen, de meest wezenlijke problemen in het bankstelsel, namelijk dat ze zijn en veel te groot, big to fail, te groot om te falen, en ze zijn zwak gecapitaliseerd. En ze hebben nog steeds veel te veel prikkels om risico te blijven nemen. We moeten trouwens ook niet vergeten, in Nederland is die kapitaalratio, zijn die buffers ongeveer 4%. Maar er zijn genoeg, gemiddeld genomen in Europa, ligt het rond de 8%. Dus het verhaal dat het niet zou kunnen op een normale manier kredieten te geven aan gezinnen en bedrijven met een kapitaalratio van zeker de 8%. Nou, dat wordt in andere landen zoals Frankrijk, Oostenrijk, wordt dat gelogenstraft. Hans en Dorian Heel konden uiteindelijk een bescheiden bedrag lenen van de bank. En dat was niet voldoende. Ze vonden een andere weg. Crowdfunding. Individuele mensen vragen om geld in hun project te stoppen. Net als bij een collecte kan er zo een groot bedrag bij elkaar worden gebracht. We hebben contact gezocht met het crowdfundingsplatform. En zij waren in het begin ook nog wat terughoudend, omdat zij eigenlijk alleen maar consumentenproducten hadden ondersteund via hun platform. En wij opeens in een heel ander segment van hun markt
met een financieringsvraag kwamen. Die zeiden dus wel, ja, niet zo sexy onderwerp natuurlijk, hè, betonblokken. Rond Pasen hebben we dat opgezet en in hetzelfde Pasenweekend was het ook vol. Dat was fantastisch. Inmiddels zijn de eerste dijken in Nederland met blokken van Hans Hill belegd. En dit voorjaar gaan meer dijken over op de waterdoorlaatbare Hill-bloks. Het lukte Hans Hill via crowdfunding de financiering rond te krijgen. Dat is mooi. Vorig jaar werd op deze manier 32 miljoen euro in de Nederlandse economie gepompt. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. De economen die ik spreek noemen deze initiatieven een druppel op de gloeiende plaat. En zien hierin geen structurele oplossing voor het bankenprobleem. Kijk, het is heel simpel. We hebben te veel schulden. Daar zijn we het over eens. Daar is eigenlijk niemand het over oneens. Wat de meeste mensen daar niet aan verbinden is het feit dat, omdat banken bedrijven zijn die schulden maken, zijn de banken ook te groot. Als de omvang van de banken nu slecht is voor economische groei, en dat blijkt gewoon uit wetenschappelijk onderzoek, dan zou het in je belang moeten zijn om die omvang terug te gaan brengen. De belangrijkste inzichten liggen allemaal op tafel, dus dat is positief. Dat is hier. Maar in welke mate die nu ook worden omgezet in beleid, in termen van in hogere kapitaalbuffers, op een andere manier van bankieren, dat is natuurlijk het grote discussiepunt. En ik denk, als je naar de signalen nu kijkt, ook recentelijk ook in de Tweede Kamer in een hoorzitting, dan zie je toch dat het was toch ook een fundamenteel debat tussen de bankiers en de wetenschappers, waarbij de wetenschappers toch heel nadrukkelijk zeiden dat de buffers aan eigen vermogen veel hoger moeten dan nu het ambitieniveau, terwijl de bankiers daar hele grote vraagtekens bij zaten. En daar schrik je dan van? Dan zie je dus dat de issues liggen nu wel op tafel. Dat is de verdienste van de crisis, maar we zijn het nog steeds lang niet eens. Ze zijn nu zo druk bezig met het voldoen aan de toenemende hoeveelheid regels, dat ze niet hun eigen verantwoordelijkheid voelen. Het begint eigenlijk met gedrag, als ik goed luister. Het gaat erom dat je dat inzicht vertaalt naar gedrag en dat je als bankier weer zegt van, maar wacht eens eventjes. Ja. Wij zijn voor iets groters verantwoordelijk dan alleen voor het in stand houden van de omvang van deze bank en onze aandeelhouders gelukkig maken. Allemaal ook belangrijk, maar dat is eigenlijk iets wat nog belangrijker is. Dat is namelijk de samenleving waarin we opereren. Daar moeten we ons over gaan ontfermen. We moeten onze rol gaan herdefiniëren. Ja, absoluut. En ik praat heel veel met bankiers, mensen die in de financiële sector werken. En die zijn eigenlijk allemaal net zo enthousiast over deze doelen als u net. Ja. Het is snijden in eigen vlees. Natuurlijk zijn ze allemaal enthousiast voor hun nutsbankierfunctie enzovoort enzovoort. Maar als het erop aankomt, ga je jezelf maar eens afbouwen. Wie gaat dat doen? Dan heb je de neiging om te zeggen, laat hen maar afbouwen. Ik denk dat hier dus een taak voor de overheid ligt. Om dat te doen? Dat is de enige partij die het af kan dwingen. Een goede bankier is eigenlijk een halve ambtenaar. Ja, het moet doodzaai zijn. Ja. Doodzaai. Ja. Risicomijdend, vertrouwenwekkend, ingetogen. Ja. Maar deze generatie bankiers, kunnen die dat nog leren? Ik denk dat ze het moeten. Kunnen ze het? Ik denk dat als we het willen, dan kunnen we het ook. Maar vooralsnog heb ik het idee dat er veel onbegrip is. Dat er veel tegengestribbeld wordt nog steeds vanuit de financiële sector. Begrijp ik allemaal, maar dat betekent niet dat het de weg is waar we op moeten gaan. Hebben de banken de belangrijkste lessen nu geleerd? Kunnen we onze bankiers weer vertrouwen? Zover ben ik nog niet. Natuurlijk moeten we zorgen voor scherper toezicht en stevige balansen. Als de aandeelhouders weten dat ze de volgende keer de rekening gepresenteerd krijgen, zullen ze er strenger op gaan toezien dat hun bankiers geen gevaarlijke dingen meer doen. Maar ik voel me pas veilig als het gedrag van bankiers verandert. En niet omdat het moet, maar omdat ze dat zelf willen. Iedere bankier zal zichzelf deze vraag dagelijks moeten stellen. Help ik mijn klanten? Doe ik wat de samenleving van mij verlangt? Van nut zijn, anderen helpen, de samenleving verder tillen. Zulke bankiers worden misschien niet erg rijk, maar herwinnen wel het vertrouwen. En dat is veel meer waard. Wilt u mijn hele column lezen? Kijk dan even op Twitter of op Facebook.